Welkom bij weer een nieuwe tutorial. Deze keer gaan we jullie laten zien wat je allemaal met de nieuwe stempelgel kunt doen. Allereerst begin ik met een mooie gekleurde ondergrond. Ik heb gekozen voor gel polish nummer 127. Mooie hooggepigmenteerde donkerblauwe tint. Zoals je ziet is hij al mooi dekkend in één laagje. Houden we 30 seconden uit in de sunlight. Ondertussen maken we ook alvast een groene gekleurde ondergrond. Gel polish nummer 125. Echt een hele gave groene kleur. Ook zo mooi dekkend. En ook deze houden we 30 seconden uit in de sunlight. Maak ook nog een andere kleur ondergrond, dat is gel polish nummer 58, een hele donker paarse tint. Ook mooi dekkend, maar die doen we in twee dunne laagjes. Dit zijn inmiddels al de blauwe en de groene. Ik zie dat het mooier is om de groene nog één dun laagje aan te brengen. En ook deze harden we weer uit. En het tweede laagje op de paarse. Inmiddels hebben we drie gekleurde ondergronden. En ligt eraan wat we daarna gaan doen, wat we hierover aanbrengen. Allereerst laat ik jullie gewoon een normale stempel zien, gewoon rechtstreeks op de nagel. Gaan we even bij deze doen. Hier hebben we mooie printjes, allerlei printjes. Heel veel mogelijkheden, echt onwijs leuk om mee te werken. Ik kies er nu voor om deze aan te brengen. En ik gebruik de zwarte stempelgel. Vooraf maak ik de plaat even schoon met de Magic Prep. Stempelgel nummer 4 is de zwarte. Breng een klein lijntje aan op deze rand. En met de stempelkaart poetsen we dit als het ware in, zodat alle lijnen mooi zijn opgevuld, maar ook dat alle overtollige stempelgel is weggehaald. Want we willen natuurlijk niet dat het vlekkerig of oneffen wordt. Dan heb ik hier het stempelkussen. Belangrijk is dat je die niet te grondig schoonmaakt. Zo altijd aanraden is om, klinkt een beetje professorisch, maar een kledingroller te gebruiken of een stukje dubbelzijdig plakband. Hier plakt dan al het vuil aan vast wat er eventueel op zit. Maar zou je meteen hier met de Magic Prep of een aceton opgaan, dan zul je zien dat die mat wordt en dat die ook niet fijn de stempels meer oppakt. Voordeel is bij de stempelgel dat je gewoon de tijd hebt om het te verwerken, want het droogt dus pas in de lamp. Dan kun je makkelijk zien door de stempel waar we hem plaatsen. En om hem extra strak op de nagel te zetten, houden we hem even 3 seconden voor de lamp. Dan zetten we hem schuin op de nagel waar je gewenste effect wil hebben. Nou, zoals je ziet komt hij er heel strak op. Zelfs het lijntje hier van de zijkant van de stempelplaat. Die haal ik heel even weg met de prep voordat hij in de lamp gaat. Want op het moment dat het is uitgehard, kunnen we er natuurlijk niks meer aan doen. Dus die stempelgel harden we ook uit in de lamp. 60 seconden. En we maken de stempelkussen weer schoon op de roller. Na het aanbrengen van de stempel kun je de topcoat erop aanbrengen.
Gebruik bijvoorbeeld de nektop of de bezentop wat je zelf fijn vindt. En die houden we 60 seconden ook weer uit in de lamp. Na het uithouden van de nekstop is de nagel als het ware al af. Maar je kunt er natuurlijk ook nog iets extra leuks mee maken. Bijvoorbeeld de spidergel eroverheen nog weer. Die laden we even op de fineliner. En die zou je dan zo nog als extra erop kunnen zetten. Om hem helemaal mooi af te maken. En ook deze had je weer 60 seconden uit in de lamp. En daarna is je design af. Dat is design 1. We hebben net natuurlijk ook al een blauwe ondergrond gemaakt. Die gaan we eerst even mat aflakken. Want dan wil ik jullie laten zien dat je ook nog andere leuke dingen ermee kunt. Deze houden we 60 seconden uit in de sunlight. De mat is echt super mat. Alleen moet je hem dan wel lang genoeg uithouden. Komt ook terug uit de lamp, dus na het uithouden is hij meteen klaar. Na het uithouden van de matte top zie je dat hij echt al heel mooi mat is. Deze keer gaan we met folie werken, dus doe ik de stempelgel eerst op de stempelplaat en brengen we de stempel aan op de nagel, net als dat we net deden. En met de stempelkaart trekken we de gel door de rastertjes. Zorg ervoor dat je stempelkussen goed schoongemaakt is op de roller. Houd hem even 2 seconden voor de lamp. En dan zetten we hem op de nagel. Op de plek waar de gel zit, waar we het niet willen hebben, maken we het even schoon met prep. En deze houden we even uit in de lamp, 60 seconden. Na het aanbrengen van de stempelgel duwen we de folie erop. Door de matte ondergrond pakt de folie echt alleen op de plek waar de gel zit. Dus je ziet dat hij nu precies het design volgt waar de stempelgel zit. Ook deze doen we even fixeren in de lamp, 10 seconden. Folie nummer 33 heeft een heel gaaf holografisch effect. Dus dat komt super mooi uit op die donkerblauwe kleur. Daarna lakken we hem uiteraard af met de nekstop. En deze houden we 60 seconden uit in de sunlight. Wat ook nog een hele leuke optie is om met pigmenten dus te werken in de stempelgel. Dan brengen we ook weer net als met de folie de matte topcoat aan. Want wanneer je geen matte topcoat eronder zet, dan zal de folie of pigment over de gehele nagel pakken. Dus dan heb je overal het zitten. En we willen natuurlijk alleen op het plekje waar de stempelgel zit. En deze matte top die houden we 60 seconden uit. Na het uithouden van de matte top komt hij droog uit de lamp. Voor dit design gebruiken we de zilveren stempelgel. Ik doe een klein beetje gel op de stempelplaat en verdeel het dan verder over het figuur. Wat er over is, dat kun je eraf strijken. En zorg dat al het overtollige weg is. Dit schone stempelkussen gaan we op de stempelplaat en dan gaan we rechtstreeks naar de nagel.
Zorg ervoor dat hij mooi recht is, precies op de plek waar je het wil hebben. Nou, dan zie ik dat er bovenaan natuurlijk een klein beetje te veel zit. Dat halen we makkelijk weg met de prep. Deze houden we uit in de lamp, 60 seconden. Na het uithouden pak ik een heel klein beetje holografisch pigment. En dat poetsen we in op het design. En zoals je ziet, pakt hij echt alleen op de plek waar de stempelgel zit. Want dat heeft natuurlijk de plaklaag. En zo pakt hij niet op de nagel eronder, want daar zit de matte top. Voordat we de topcoat eroverheen doen, fixeren we die 10 seconden in de lamp, zodat het pigment goed vast zit. Uiteindelijk lakken we deze af met de topcoat. En heb je dus een zilver holo effect. Deze topcoat houden we 60 seconden uit in de sunlight. Wil je design nog wat extra's geven? Dat kan natuurlijk. Ik heb hier de liner gel zwart. Met de liner gel kun je nog extra mooie dunne lijnen erop tekenen. Hoeft natuurlijk niet. Maar ik vind het leuk om het design nog net wat extra's te geven. Zo maak je de nagel mooi af en toch nog een beetje eigen. Uiteraard blijven we wel in de barokstijl. Ook deze houden we 60 seconden weer uit in de lamp. Het is een hele hoge gepigmenteerde gel. Het is belangrijk dat je die goed uithardt. Hier hoeft geen topcoat overheen, dus zodra het uitgehard is, is je design ook klaar. Hier zien jullie het eindresultaat van de stempels. Zoals je ziet kun je het op meerdere manieren toepassen. Dus alleen de stempelgel, eventueel met een folie of een mooi pigmentje erin gepoetst. Net wat je zelf leuk vindt. Stempelgel is er in 4 kleurtjes, in wit en zwart en zilver en goud. Dus je kunt het altijd al ook gewoon alleen gebruiken met een heel mooi resultaat. Je kunt het eventueel nog wat opleuken door extra dunne lijnen erbij te zetten. Of met de spider gel. Bedenk het maar, er is zo ontzettend veel mogelijk. En met Nieuwhart is alles leuk en creatief.